Kijk eens aan, dit is een knappe dame voor de camera. Wie ben jij? Hanna. En je hebt meegedaan met de fotowedstrijd? Ja. En welke foto heb je gemaakt? Deze ansichtkaart. Dat is een mooie ansichtkaart. Ook groetjes uit Zomeren? Ja. Ja, waarom groetjes uit een andere parochie als je zelf in Zomeren woont, hè? Ja. Heel mooi, zeg. Ook weer met Highlanders, het naambordje van Zomeren. Hoe ben je toegekomen om deze foto's te maken? Nou, als wij leuke dingen kwamen die echt bij zomer past, dan knipten we daar een foto van. Leuk. En heb je zelf helemaal dat in elkaar gezet? Ja. Dat is knap, zeg. Want is dat ook jouw uitdaging om later iets met fotografie te gaan doen? Dat weet ik nog niet. Nee. Maar ik zie daar nog een diploma liggen. Ja. Kijk eens aan. Nou, dat mag ook weer ingelijst worden, hè? Dat is heel mooi. Dat hangt er straks boven jouw bed? Dat weet ik niet. Nee. En zit er nog een andere prijs bij? Ja, daar zaten wat kattenspulletjes bij. Leuk, ja. Dus iedereen gelukkig? Ja. Nou, wie weet, hopelijk mogen wij als Sirius ook in de toekomst een beroep op jou doen om foto's te komen maken. Ja. Ja? Ja. Daar hou ik je aan. Tot spoedig. Ja. Kijk eens aan. De volgende patiënt, zei ik het maar even. Ja. Nee, deelnemer van de fotowedstrijd, hè? En wat heb jij gefotografeerd en wat was het onderwerp? Het onderwerp was gewoon winter en zomeren. En ik heb een stier gefotografeerd in het bos. Een stier in het bos. Dat is mooi. Is dat niet een Highlander, zoals het heet? Dat weet ik niet. Ik dacht het wel. Maar die lopen hier vrij rond in de zomeren. Ja. Was je niet bang? Nee, niet echt. Nee? En daar zit ook een prijs aan. Wat heb jij gekregen? Ik heb een Donald Duck boekje gekregen. Nou, dat is wel mooi. En ik zie hier nog een diploma liggen. Ja. Potje Dikkie, dat is inderdaad ook weer om in te lijsten, hè? Ja. Nou, ik zie dat jij ook zo mooie foto's maakt. Dan wilde ik toch vragen, precies voor in de toekomst, wie weet wil jij later bij Sirius meekomen helpen als vrijwilliger? Zou dat idee zijn? Ja. Nou, dan gaan we jouw adres noteren. En dan zien we jou zeker over een paar jaar zeker terug. Ja. Oké, bedankt. Ja. Kijk eens, en weer iemand voor de camera. Wie ben jij? Cas. Cas. Ja. En je hebt meegedaan met de fotowedstrijd? Ja. En wat was het onderwerp waar jij foto's van ging maken? Ansichtkaart Zomeren. Ansichtkaart Zomeren. En die heb je ook meegenomen, de winnende foto? Ja, hier. Potje Dikke, dat is echt een ansichtkaart. Groetjes uit Zomeren staat eronder. Mm-hmm. Met de eyecatchers, zoals dat dan heet, van Zomeren. Van Molen, de kerk, het gemeentehuis, monumenten. Ja. En deze ga je nou ook in productie nemen, dus laten afdrukken dat die in de rekjes in Zomeren te koop is? Of hou je even voor je eigen? Ik denk dat ik hem eerst eventjes voor mijn eigen hou. Ja, en inlijsten, hè? Ja. En ook zie ik hier een diploma liggen. Ja. Nou, dat is inderdaad zeker ook weer om in te lijsten, hè? Ja. Nou, het is vol diploma's hier vandaag. Ja. En wat vind jij het leuke van fotografie? Dat je ook allemaal gewoon verschillende dingen kan fotograferen. Bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld als je, ja, dan kan je ook, ja, dan heb je een camera en dan bijvoorbeeld je ziet iets leuks. Ja. En dan kan je het fotograferen en dan hou je het voor altijd in een lijstje en dan herinner je die momenten weer terug. Prima. Dat is ook de reden dat ik heel veel foto's maak. De laatste tijd heel veel ook film. Maar ik hou je warm aanbevolen om in de toekomst ook bij Sirius mee te komen helpen. Vind je, zou je dat leuk vinden? Ja. Ja? Oké, okay. We houden je eraan. Is dat goed? Is goed. Oké. Okay.
Nou, kijk eens, wie hebben wij hier voor de camera? Fleur. Fleur. En je hebt meegedaan met de fotowedstrijd, heb ik doorgekregen? Ja. En wat was het onderwerp wat je moest fotograferen? Winter en zomeren. Winter en zomeren. En laat de foto eens zien. Wordtje dikke, dat is een mooie. Hoe ben je er toe gekomen om deze foto te maken? Dat is al heel laat, dan kan je een beetje op de klok zien. Toen had mama me wakker gemaakt om een foto te maken van het gemeentehuis. En ik vind de roze lucht vind ik heel mooi, daar op de achterkant. Dat is echt een hele mooie foto. Een kerstfoto meer, hè? Ja. En hoe laat was dit? Iets na 12, want we waren van Apeldoorn, ik waren weer teruggereden. Oh, dus het was echt midden in de nacht? Ja. En je hebt ook een diploma gekregen, zie ik. Nou, die mag ook ingelijst worden, hè? Ja, ga ik zeker doen. Ja. En nou, jij zo mooie foto's maakt. Wij bij Sirius zoeken vrijwilligers. Mogen we jou noteren, jouw adres, naam, dat we jou over een tijd bellen. Dat jij ook precies vrijwilligster wordt bij Sirius om foto's te maken. Ja. Zou je dat leuk vinden? Ja. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik zou zeggen, heel veel sterkte en succes en ga zo door. Dank je. Ja? Hey, dat is weer hetzelfde gezicht als zojuist. Ja. Doe jij voor de tweede keer mee? Ja. Of heb je twee keer een prijs gewonnen? Ja, ik heb twee keer een prijs gewonnen. En wat voor prijs is het nu? Voor een aanzichtkaart. Een aanzichtkaart? Oh, die heb je hier liggen? Ja. Groetjes uit Zomeren. En wat heb je zo allemaal gefotografeerd? Hier heb ik een huisje gefotografeerd. Hier mijn familielid. Dat is wel leuk, ja. Hier heb ik alweer het bos gefotografeerd. Hier alweer een stier. En hier de molen. Nou, ik weet niet of dat een stier is. Want als daar een stier stond, dan had jij het niet voor het nazeggen hier. Ja. Want die komt keihard achter je aanlopen. Het zal een koe zijn, denk ik, hè? En dat is ook beloond met een diploma, zie ik hier liggen. Ja. Portje, Dikkie. Dus je hebt twee diploma's. Ja. Je hebt nu al meer als ik. Ik heb alleen maar zwemdiploma A. Maar dit is al meer als wat ik ooit heb kunnen wensen. Ik heb je al eerder gevraagd, omdat je zo mooie foto's maakt, wil je zeker later ook bij Sirius komen helpen. Ja. Nou, dan houden we jou aan. Succes en tot spoedig. Ja. Kijk eens, alle winnaars aan één grote ronde tafel. En wat is jouw toekomstplannen met fotografie? Om nog meer mooie foto's te maken. En geldt dat ook voor jou? Ja. En voor jou, wat ga jij doen? Ja, eigenlijk ook nog misschien foto's maken. Jazeker. En jij gaat ook verder? Ik blijf heel veel mooie foto's maken. Jongens en meisjes, ik vond de wedstrijd ook superleuk. Ik hoop dat jullie de rest van de groep het ook heel leuk vonden. En ik ga denk ik wel door met fotografie. Nou, ik wens iedereen heel veel succes met de volgende opdrachten. Want ik neem aan dat er nog meer foto-opdrachten gaan komen. Ja. Ja. En wat roepen we dan? Yeah! Thank you.